Ik woon eigenlijk veraf van het dagelijks leven in een oud huis uit de 17e eeuw in een landschap wat nog niet helemaal bedorven is door de tijd. Het zou nog hebben toebehoren of doen denken aan Albert Kuip, Hobbema of Jong Kind. Wat ik op deze plek altijd heb gevonden is mijn verbondenheid met de natuur, die ik tracht te benaderen in al wat ik om me heen zie. Het is de wezenlijke inhoud van mijn schilderijen en gedichten. Echter niet zonder de geheimenis achter wat zichtbaar is. Het is juist dat wat mij begeestert. Mijn vader, zou je kunnen zeggen, was begeesterd met schoonheid. Hij zag het, hij zag schoonheid overal. En dat wilde hij graag delen. En ja, wij waren daarin goede, zoete meisjes die dat graag wilden leren of daar nieuwsgierig naar waren. En ja, dat. Dat hebben we zo geleerd, om zo te kijken. Pa was eigenlijk misschien meer spelende wijs. Hij was niet echt een leraar. Kijk eens naar het water, kijk naar de rimpeling. Kijk eens naar de weerschijn van de wolken in het water. En daar leer je van. Pa ging veel naar musea en ja, wij gingen dan mee. Dus daarin werden we ook opgevoed, omdat een deel van ons leven te laten zijn. Alle musea die er waren, daar gingen we naartoe. Ook als we op vakantie waren, ook musea en kastelen. Maar ook heel veel kerken. En dat moest allemaal gezien worden en bezocht. Hij heeft een tekstje over schoonheid geschreven. Ik lees het even voor. De schoonheid is geen eigenschap van de dingen. Het is de mens die geladen of belast met zijn zeldzame gave gegeven is om de schoonheid te ontdekken. Door de tijd heen zie ik steeds de vrijheid die hij neemt, die hij voor zichzelf organiseert. Die gedrevenheid, dat moet. En de vrijheid die hij daarin voelt. De tuin had hij heel veel mee. Ja, fruitboom, mooie oude perenboom stond er. Maar ja, die is er niet meer helaas. En de appelboom. Ja, die heeft heel vaak geschilderd, die appelboom. Hij heeft in de beginperiode surrealistisch gewerkt. Maar daar moest hij ook mee stoppen, want de oorlog brak uit. Dus ja, dan zijn er andere zaken. Dus hij moest ook dienst in. En op een gegeven moment komt hij daar ook weer van terug. En gaat ook weer schilderen. Maar dat werk wat hij toen maakte, dat surrealisme, dat lag niet zo in de markt op dat moment. En hij heeft eigenlijk nauwelijks geschilderd in die tijd. Dat gebeurde pas weer in de jaren 60. En wat er op dat moment gebeurde was heel abstract of non-figuratief, of wat je het ook wil noemen. En het mooie daarvan vind ik dan als hij bezig is om dat vorm te geven, dat non-figuratieve, dat je altijd ziet die verbondenheid. De verbondenheid met de natuur en hoe hij daarmee speelt. En dat is dan zo leuk omdat er twee schilderijen zijn die in een andere tijd alle twee geschilderd zijn, maar ook in een andere stijl. Vanuit hetzelfde standpunt in de tuin. In een interview 20 december 1961, dan zegt hij:
Eigenlijk vind ik abstract maar een ongelukkig woord. Veel meer kun je het in de betekenis vergelijken met bloemen bestellen per telefoon. Je hebt ze zelf niet gezien, maar je verwacht er iets van. Zoek daarom geen directe herkenbare voorstelling in mijn werk. Het zijn alleen de indrukken, de herinnering aan een vissershaven, een tuin of een landschap. Hoofdzaak is dat het ding waarom het gaat voor je leeft. Was ik een wolk en blies de wind mij voort naar zijn bestemming in de avond, in een donkerrode horizon zou ik daar in de nacht verzinken. Mocht dan het licht, de nieuwe dag, mij weer tot leven dwingen, de zeilvaart zou opnieuw beginnen.